Oh, die ogen van je. Oh, daar suip je toch in? Oh, echt? Ja, echt. Vind je ze zo mooi? Ja, echt. Nou, wat lief. Nou, vind ik heel lief van je. Dank je. Jij hebt ook mooie ogen. Dank je wel. En vandaag heb ik een tweede date met... Hey, leuk je te zien. Marcus. Hem kon je zien in seizoen 3, waarin hij vertelde over zijn carrière als high-class escort. Het is niet zo dat het beperkt is tot alleen maar het seksuele aspect. Er komt al heel veel meer bij kijken. En hoe ben je begonnen met dit werk? Ja, zeg maar, toen ik zo jong was dat ik merkte dat ik seksualiteit wel heel erg interessant vond. Toen ik wat ouder werd, werd ik wel eens benaderd op Facebook door oudere vrouwen. En dat liep ook meestal dan weer uit op meer of zo. Toen dacht ik, nou, ik vind het wel zo leuk om te doen. Dan misschien is er wel wat meer uit te halen in een zekere zin. High class escort. Een persoon die tegen betaling, gezelschap en of seksuele handelingen verricht ten behoeve van een klant. Wie zijn je klanten? Het zijn meestal dames die wat meer te besteden hebben. Stellen. En dan wil de heer kijken. Hè, of doen met z'n tweeën doen we de vrouw. Ja, hij voelt zich echt op zijn gemak. Ik denk dat je wel heel erg tot me aangetrokken. Ja. Dat voel ik heel erg. Ja, maar ik voel me hier denk ik niet zo... Ik vind dat het te snel gaat. Te snel, ja. Ja. Maar hou me niet langer in spanning. Ja, zeg me wat ik ga doen. Ja, welkom. Jij gaat vandaag op date. En ik heb de briefing gehad. Het is een heer. Zijn naam is Harry. Oh, wat een epische naam. Harry. Maar even, het wordt dus een echte date. Het wordt een echte date, ja. Ik ga als gigolo op date. Je gaat als gigolo op date. Harry is 63 jaar. Oh, dat vind ik wel oud. Wacht, daar moet ik even aan wennen. Oh, dit vind ik ook gelijk heel lullig dat ik dit doe. Maar dan moet ik geef me even een seconde, want ik moet even nu hier voorbij komen. Ja. Oh, ik had zo gehoopt dat het misschien een jong iemand is, maar dat is ook helemaal niet erg. Ja, want dit is dus wat er kan gebeuren op het moment dat je op een date gaat als gigolo. Dus je hebt geen idee wie het zal zijn. Nu heb je natuurlijk een naam en natuurlijk de leeftijd, die heb je dan ook meegekregen. En daar moet je dan op een gegeven moment een beetje op gaan instellen natuurlijk. Heeft hij doorgegeven wat hij wil? Ja, nou wat hij wil is... Een boyfriend experience. Okay. Dus jullie gaan vandaag eerst gezellig bowlen. En na het bowlen gaan jullie met z'n tweetjes een hapje eten. Zodat er nog een gesprekje kan zijn. Omdat het een boyfriend experience is, zal er geen seks plaatsvinden. Ja. Hij wilde dus gewoon echt op date met jou. Hij is voor jou gegaan. Ja, hij is echt voor mij gegaan. Ja. En het is natuurlijk voor jou spannend, maar voor Harry zal het helemaal spannend zijn straks. Ja, en dat is misschien ook goed om te voelen. Hè? Ja. Van, ik moet hem natuurlijk wel op zijn gemak stellen. Ja, kan je een beetje bowlen? Nee. Niet. Maar ik denk dus dat juist dat goed is, want dan kan Harry me misschien daar een beetje meenemen. Tot dan stel ik me heel kwetsbaar op. Ja, ja, ja. Oh, Harry, ik kan helemaal niet bowlen. Kom maar hoor, Jurgen. Ja. Ja, hier zo. Iets door de vinger. Oh, ja, jeetje. Ja, wat amazing. Ja. Nou, zullen we dan beginnen met een beetje klaarmaken? Even voorbereiden, ja. Ja, ja. Overhemd bij je. Goed idee. Ja, alles bij. Ja. Kijk, ik heb of gewoon zo'n rode truitje, of ik heb een blouseje. Dan gaan we voor het blouseje. Gewoon een blouseje. Ja, 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 ja. Beetje netjes, dus dan denk ik dat we daarmee zeker punten zullen scoren. Ja. Want kan je eens vertellen wat gewoon een beetje de basic do's en don'ts zijn? Ja, nou mijn advies is natuurlijk dat je gewoon op een hele leuke, spontane manier contact probeert te maken met Harry. En daarnaast is het gewoon heel erg belangrijk dat je het gewoon heel... Dat je het vooral niet benadert alsof het een zakelijke transactie is of een zakelijk iets. En wat ik ook mee kan geven, want dat is dus het mooie, het is een boyfriend experience, er zal geen seks zijn. Maar als ik met een dame een date heb en zij gaat op een gegeven moment aanraking zoeken, dan is dat voor mij een bevestiging van nou, ze is klaar voor de volgende stap. En het voelt goed, hè? Ze is enthousiast, dus ze is nu toenadering aan het zoeken. Nee, want ik denk dus dat ik dat moment, dus de eerste keer dat Harry dan bijvoorbeeld mijn hand gaat pakken of toenadering zoekt, dat ik dat een gek moment vind. Want dan, vindt er misschien geen consent vanuit mij plaats. Ja. Als Harry ineens na 5 minuten bedenkt, ik wil wel even met je knuffelen, dan moet ik, toch? Nee, exact. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen van, nou Harry, we hebben nog niet gegeten. Het gaat een beetje snel. Ze zullen nog een beetje opwarmen voordat we... Maar een beetje op een speelse manier moet je dat dan brengen. Ja, we weten niet hoe gretig Harry is. Nee. Geen idee hoe gretig Harry is. Ik kan me er maar beter op instellen dat hij gretig is. Ja. Misschien begint hij jouw kusjes te geven in je nek. En je zegt,
Ja, dat vind ik wel echt open. Spannend hoor. Want dan wil ik hem echt niet teleurstellen. Ja. Maar ik ga hem niet kusjes teruggeven. God, oké. Ik ben er klaar voor. Ja? Ja. Gaan we dat doen? Ja, we gaan de auto in. Gezellig. Tadaa! Zo, kijk eens. Hij is niet voor jou. Nee, helaas. Ik ben er klaar voor, maar heb je nog een paar laatste tips? Een paar laatste tips. Nou, laten we het over je heen komen. Rustig aan, blijf ademen. Ik moet gewoon denken van, ik ga gewoon iets heel leuks doen met een hele goede vriend. In een zekere zin toch? Wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan net een stukje meer in verband met de boyfriend experience, maar een beetje ja. In die zin. Dat hij dan morgen wakker wordt, dat hij denkt, dat was zo'n leuke jongen. Ja. Oh, ik krijg hem maar niet uit mijn hoofd. Dat is eigenlijk een beetje hetgene wat je wil, wat je ja. Wil hebben. En dan heb je er zelf ook heel veel plezier in. Ja. Oké, en jij zit straks in een andere ruimte, zit je mee te kijken. Hè? Dus dat is ook een goed gevoel voor mij. Ja, ik ga meekijken. Okay. Ja. Ga ik me klaarmaken? Ja? Oh, ja, gezellig, kom. Leuk. Ik zit hier in een ruimte naast de bowlingbaan en het mooie is dat ik kan meekijken op een scherm naar de date. Dus ik kan alles zien, alles horen en alles volgen. Nou, de eerste ontmoeting, dat betekent alles. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe Jure dit gaat aanpakken. Wordt het een kus, een knuffel of wordt het een zoen? Ik ben benieuwd. Oh nee, dat is hem niet. Oh, er is iemand uit van achter de bar. Oh my god. Oh, daar is hij. Harry. Oh, dit is wel heel erg spannend. Oh. Hallo. Hey. Nou, we hebben de hele baan voor onszelf. Kijk. Hallo. Mooi. Ik ben Jurre. Harry. Goeiedag. Hoe gaat het? Ja, goed. Goed? Ja, goed. Ja. Nou, finally we meet. Ja, ik vind ik heb er zin in, dus. Ja? Ja? Kijk eens, ik heb een kleinigheidje voor je. Ah, wat lief. Ah, een bloemetje. Dankjewel. Oh, wat dat leuk. Dat had ik niet gerekend. Ja, echt. Vind je het wat? Ja, geweldig. Ja, ja? Echt heel mooi. Dankjewel. Of zal ik even vragen of ze iets van me vragen? Ja, daar scoort hij punten mee. Hè? Daar scoort hij wel punten mee. Doet heel leuk dit. Zover zijn. Ja. Ga ik even. En wil je wat te drinken? Ja, lekker. Nou, ja. Top. Kan jij even lekker je schoenen aandoen? Ja, is goed. Hoe is die? Ja, goed. Goed? Heb je een fijne dag gehad? Ja. Ja? Kijk, ik heb onze naam al ingevuld. Oh, wat gaaf. Ah, mijn prins. Leuk. Harry, mijn prins. Want dat ben je vandaag, hè? Nou, dat vind ik hartstikke leuk, ja? Man. En waarom dacht je eigenlijk van leuk, ik heb hier zin in? Nou, weet je, ik zit al een paar maanden thuis. En ik heb geen familie. Dus je zit maar te zitten thuis en ben jij zo nerveus? Nou, ik vind het wel spannend, ja. Dit is mijn eerste keer. Oh. Maar ik ben heel erg opgelucht. Ja, valt ja, het mee? Echt heel erg, ja. Nou, dat scheelt. Je ziet er in ieder geval echt super lief en ook knap, vind ik. Ah, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Nou, dat doet hij heel goed dit. En dat is natuurlijk ook niet erg, hè, dat hij met zo'n eerste date, vooral voor hem... een beetje nerveus is, maar dan daarnaast dat hij meteen goed praat, dat hij aangeeft van, nou, hè, dat hij een leuke, knappe verschijning voor zich heeft. En dat hij daar dus heel erg blij mee is. Dat zal Harry ook wel heel leuk vinden om te horen. Oeh. Ah. Oh, net niet. Ging er net langs. Oh. Oh, kijk. Bijna een strike. Jij kon het niet, zei je. Nou, ik dacht dat ik er niet zo goed in was. Nee. Maar dit gaat wel goed. Goed uitzicht, heb ik zeg. Ja, vind je dat? Als je zo bukt, ja, ik vind het wel een goed als uitzicht. Als ik dit zo doe? Ja, echt. Ja? Ja. Echt heel goed. Gelukkig. Die Harry heeft er wel zin in. Het is wel leuk om te zien hoe Harry direct gewoon eigenlijk al een beetje lichaamscontact zoekt. Maar het is ook leuk om te zien dat Jurre daar toch een heel klein beetje ongemakkelijk bij was. Maar goed, we gaan het zien. Kijken hoe dat zichzelf gaat verder uitpakken. Nou, ik ben ook blij met het resultaat. Ja? Ja. Oké. Dus. Kijk. Oh. Zo. Nou, dit ging goed, toch?
Nou, ik geef het op. Nu is aan jou de beurt. Ik geef het op, hoor. Niks. Nu is aan jou de beurt. Goh. Wat? Zo samen, zo. Ja? Zullen we het samen doen? Samen. Ja, oké, we gaan het samen doen, ja. Ik kom jou wel even, helpen hierbij. Ja. Ga maar een beetje door je benen. Ga ik zo achter je staan. Voelt dit goed? Ah. Ja? Blijf even zo staan. Okay, heerlijk. Goed. Ja. En drie. Moet ik nou loslaten? Twee, wacht, straks. Oh ja. Eén, hier nou loslaten. Oké. Okay. Oh nee. Hallo. Ja, ik heb het nog heel erg geprobeerd. Dat is toch... Ja? Ja, dit was hem net niet, hè? Nee. Oh, die ogen van je. Oh, daar verzuip je toch in? Oh, echt? Ja, echt. Vind je ze zo mooi? Ja, echt. Nou, wat lief. Nou, vind ik heel lief van je. Dank je. Je hebt ook mooie ogen. Dank je wel. Right. Nou, ik ben aan de beurt. Ja. Toch? En een kusje. Oké. Op de lippen. Het enige wat ik Jure niet heb verteld, is dat Harry een acteur is. En het leuke is wel dat Harry voelt zich heel comfortabel. En Jure heeft een heel klein beetje moeite mee. Dus ik ben super benieuwd hoe hij er straks mee om zal gaan. Mede omdat je een beetje aan hem kan zien dat het een beetje te snel gaat voor hem. En ja. Zo moest het niet, hè? Ik zat er net zo lekker in. De borst staat eronder. Nee, ik heb helemaal niks eigenlijk hieronder. Ja. Lekker. Is niks eronder. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon helemaal, helemaal kaal. Lekker. Ja. Nou. Ik moet eigenlijk wel even plassen. Kan ik dat ondertussen even doen? Ja, zal ik keurig op je wachten? Vind je zelf wel gezellig, ja, want dan kan ik wel even naar je worp kijken. Ja, nee, goed? Is goed. Kan je nog even voordoen hoe het moet? Ja, oké, ik ben zo terug. Ja, is goed, schat. Zo. Oh, Marcus. Hoe is het? 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 Nou, ik vind wel dat hij heel snel gaat. Ja, hè? Ja. Maar ook omdat... Hij kuste me ook ineens op mijn mond. Ja, dat zag ik. En ik dacht dat we daar dan even een gesprek over zouden hebben. Ja. En hij bedoelt het natuurlijk super lief. Maar ik... Ja, hij voelt zich echt op zijn gemak. Ik denk dat en je wel... heel erg tot me aangetrokken. Ja. Dat voel ik heel erg. Ja. Maar ik voel me hier denk ik niet zo... Ik vind dat het te snel gaat. Te snel, ja. Ja. Ik schrik wel van mezelf dat dit nu al zoveel met me doet. Ja, ja. Maar je deelt ook werkelijk echt iets van jezelf. Met zo'n date op het moment van... Het voelt heel echt. Ja. Je brengt het dat maakt me bang, denk ik. Ja. Nou, aan de ene kant kan je begrip voor je laten hebben. Dat je zegt van nou, even een stapje terug. Het is voor mij de eerste keer. Maar dat je dan wel aan de andere kant laat zien dat je het echt naar je zin hebt met hem. En dat je het een hele lieve, leuke man vindt. Ja, want dat vind ik ook echt. Ja. Oké, ga ik doen. Oh. Met jou ben ik een vriend. Ik had niet gedacht dat het zo spannend zou zijn. Ja. Ja, oké, daar gaan we. Yes. Daar ben ik weer. Nou, dat duurde lang. Ik dacht dat je er vandoor was gegaan. Ja, ik was even naar het toilet. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja, toch? Ja. Ik zat alleen net wel een beetje op het toilet te denken dat ik... Het fysieke contact toch wel spannend vindt soms. Ja. Ja. Nee, is het toch goed? Dus vind je dat van soms... Ik had een beetje het gevoel alsof we al best wel snel gingen. En dan... En ik voel van jou dat alles met zoveel liefde is en juist met goedheid. Maar ik zat net wel te denken van jeetje, zo intiem ben ik soms met mijn eigen vriendjes nooit geweest. Dus vind je het oké om daarin een toon te doen? Ja, natuurlijk. Het is prima. Ik ben blij dat je het aangeeft. Ja. Ik kan beter even meteen aangeven. Nou, dat is lief. Ja. Nee, is goed, joh. Oké. Okay. Nou, dat is lief. Nou, je kon heel goed zien op het moment dat Jure zijn grens aangaf. Eén, dat Jure dus, die heeft dat net verteld. Dus die moet dan eventjes bij zichzelf ook nagaan van oké, dit is nu gebeurd. Wat heeft dat dus voor impact op de rest van de date? En je kon ook zien dat Harry dat even moest verwerken. Mede omdat het geen afwijzing is, maar het is toch wel een soort van... Ik wil dat je jezelf een heel klein beetje remt. En dan kunnen we vanaf daar kunnen we het weer oppakken. Nee, is goed. Nou, gelukkig. Ik ben zo blij dat je het aangeeft. Maar... Ja. Dat is lief van je. Blijf toch wel naar het uitzicht kijken, hoor. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben er nou toch. Ja, hè? Ja.
Je moet ook een beetje hard to get spelen, hè, Harry? Je hebt wel de hoofdprijs. Mag je naar kijken en mag niet aankomen. Dat is toch eigenlijk leuker? Nou. Okay. Mis! Oh! Draak. Ik kan het. Dat zo! Nou, je kan heel goed zien dat Jurre en Harry beide weer een beetje ontspannen zijn. Er zijn wat ballen gegooid en je kan zien dat Harry weer een beetje toenadering zoekt, maar wel met een stapje terug. En ook mede hoe Jurre dat dan weer onder ontvangst neemt en dat hij het eigenlijk goedkeurt, want zo is het oké. Dus dit is wel heel fijn om te zien. En nu is het dan nu klaar of mag ik dat nog een keer? Nee, dit was hem. Ja, sorry Harry, dan heb ik gewonnen. God, nou, gefeliciteerd. Sorry. Gefeliciteerd. Sorry. Nee, daar hoef je toch geen sorry voor te zeggen? Ja, ik wil even vasthouden. Nee, ja, dat snap ik. Oké, laten we lekker een hapje eten. Ah, heerlijk. Proost. Op onze date. Ja, vindt het leuk. Ja. Nou, gelukkig. Dus je eerste date, wat je nu doet, dat valt wel mee zo? Het valt mee. Ja, ik vond het aan het begin dus even spannend. Maar ik was wel heel blij met hoe je reageerde op dat ik zo even had aangegeven van waar ik me goed bij voelde. Stel dat we dan een tweede date hadden gehad, had het er dan misschien wel in gezeten? Had je het dan gewild voor mij? Ja, zeker. Oh ja? Oh, nou, dat vind ik wel een compliment. Ja, zeker weten. Nou, de date komt bijna tot een eind. Dus ik ga er even gezellig heen. Mede om Jurre uit zijn lijden te verlossen. En juist gewoon lekker knuffelen en in bed liggen en zoenen. En daarom. Ja. Ja. Hallo. Kijk eens. Hallo. Hey. Heel erg bedankt. Ja. Kijk eens. Hoe gaat het goed, of niet? Ja, zeker. Hoe hebben jullie het gehad? Ja? Erg leuk. Ja? Ja. Leuk gehad? Ja, het was een hele fijne date, denk ik. Zeer toch? Bijzonder. Ik heb alles meegekregen natuurlijk, want ik kon via het schermpje meekijken. Dus dat was wel heel erg top. Ja. En dan wil ik je wat mededelen. Jurre, wat jij niet wist, is dat Harry een acteur is. Echt? Sorry. Ben je dat echt, Harry? Sorry. Ben ik zo eerlijk geweest? Ben je echt een acteur? Sorry. Oh nee, dat meen je niet. Wat heb je het goed gedaan? Dat meen je niet. Ben je wel gay? Hè? Ben je wel gay? Ja, dat nog wel. Dat wel. Dat wel. Maar en hoe heb ik het gedaan dan? Ja, je hebt het wel heel goed gedaan. Ja, Harry, wat vond jij ervan? Echt zo geweldig. Ik had in het begin zo'n medelijden met hem. Hij was zo nerveus en zo... Maar zo lief en zo meegaand. Hij liet zoveel toe. Maar was dit wel dus een realistische situatie? Ja, het was wel een realistische situatie. Want je wilde hem even testen dus hiermee. Het was natuurlijk een test met de aanraking. Maar het was wel heel bijzonder om te zien hoe jullie met z'n tweeën uiteindelijk tijdens het gesprek zo naar elkaar deden openen. Dat was heel mooi om te zien. Ja, ja. Oh my god, ik ga stuk hierom. Ik zit gewoon in een Candace in mijn eigen programma. Ik heb echt geen seconde gedacht dat dit nep was. Ik ben wel echt helemaal gesloopt. Ik moet even bijkomen hiervan. Maar ik vond het echt een ervaring. Ja. Bedankt voor deze ervaring. Het voelde als heel echt. En ik zou dit werk echt nooit kunnen doen. Niet. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een paar keer geroepen. Best wel natuurtalent. Gewoon de manier hoe je dat aanpakt, erin gaat. De vragen die je stelt. En daarnaast hoe je jezelf opent naar iemand. Dat is wel heel netjes hoor. Want je hield het heel dicht bij jezelf. Ja, ja, maar ik was wel echt de hele tijd heel bang voor wat er komen ging. Mag ik dan nu naar bed? Want ik ben helemaal kapot. Oké, de nepdate zit erop, maar nou, ik ga gewoon stuk om hoe erg ik in paniek was. Maar ik ben wel heel blij dat ik er nu achter ben dat dit dus wel echt degelijk heel snel ging. Want ik dacht gewoon de hele tijd, ben ik nou gek of gaat dit echt heel snel? En ik zat zo in strijd de hele tijd met dat ik dacht van... Dit is nu mijn werk. Ik moet dit gewoon kunnen doen. Ik moet Harry een fijne avond. Dat ik gewoon compleet over mezelf heen ging. Omdat ik gewoon niet kon doen wat ik graag wilde. En dat was niet knuffelen. Maar het was een hele ervaring. Het was ook echt perfect om het op deze manier, denk ik, zo te ervaren. En Marcus, mij niet bellen. Trouwens, als je meer wilt, je wilt bijvoorbeeld de eerste date zien of alle andere tweede dates, kijk dan even hiernaast. Like de video, abonneer even en druk op het belletje als je gewoon echt nooit iets wil missen.
Thank you.